In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het eerste kroonjaar is 150 jaar Hindoestaanse immigratie op 5 juni aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in het zesde en laatste deel, jongeren die op hun manier een bijdrage leveren aan het instand houden van de Hindoestaanse nalatenschap. Het verslag is van Aranza Swedo. Shailendra Jagru, Sunaina Mohan en Junior Barat zijn alle midden in de 20 jaar en met elkaar eens dat de nalatenschap in vooral tradities, het harde werk en de cultuur belangrijk zijn voor het voortbestaan van de Hindoestaanse samenleving. Het is daarom belangrijk om de overlevering voort te zetten en te blijven werken aan behoud. Dus alles wat zij meegemaakt hebben, ondanks dat hebben zij toch heel veel kunnen realiseren. Zij mochten terugkeren, maar velen van hun hebben besloten om hier te blijven. En dankzij hun kunnen wij hier zijn en alles wat zij voor ons neergezet hebben, we moeten echt dankbaar voor hen zijn. Anders zouden we misschien niet zo rond kunnen lopen. Wij zouden misschien daar blijven waar zij ons gelaten hadden. De rijkdommen, en dan heb ik het niet over de materiële rijkdom, maar over ons erfgoed. Culturele rijkdom, traditie, muziek, dans, noem maar op, de taal. Maar ook weer naar filosofie, de normen en de waarden die we hebben meegekregen. Dus ik mag als jongere zeggen dat ik met heel veel trots, blijdschap kijk en terugkijk als ik kijk naar de geschiedenis die mijn voorouders, om het zo te noemen, of onze voorouders hebben gehad. Niet alleen als Hindoestaan of de Hindoestanen, maar ook alle bevolkingsgroepen. Ze hebben allemaal een geschiedenis, een rijke geschiedenis. Dus het is een mijlpaal, moet ik zeggen, dat we vandaag hier staan. 150 jaar vier je niet zomaar. Het begint alvast het stukje weerstand die ze hebben opgebouwd. Ze zijn gekomen naar hier voor een beter bestaan en ze hebben heel wat, waarschijnlijk met een beetje dwaling, maar ze hebben heel veel moeten doorstaan. En ik denk dat die mentaliteit hebben ze dus meegegeven generatie op generatie. En ik denk dat dat stukje dat ik ook meeneem als jonge Hindoestaanse man, maar gewoon als Surinamer op zich, dat we dus heel resilient people, die dus ondanks de vele uitdagingen, als we ook naar onze hedendaagse realiteit kijken, dat we dus met die resiliëntie dus elke challenge op weg kunnen gaan en wegwerken. De jongeren onderstrepen het belang van het neergezette voorouderlijk werk. Het harde werk heeft bijgedragen aan het vormen van de huidige status van Hindoestaanse jongeren. Ondanks de vele tegenslagen hebben ze bewezen toch de gestelde doelen te behalen. En dat valt niet te onderschatten. Wij hebben een cultuur, hè? Als Hindoestaan hebben we een cultuur. Wij werken harder, niet voor onszelf, maar meer voor onze kinderen. We kijken naar de toekomst. Ik heb het vaker gehoord van mijn grootouders, van mijn grootvader heb ik altijd gehoord. Je kindskinderen moeten ervan kunnen genieten. Dus ik ben wel trots erop, ja. Als ik terugblik en kijk naar alles wat ze hebben moeten meemaken en vooral de voorouders, de mensen die vanuit India kwamen, de zaken die ze hebben moeten doorstaan, dan heb ik het over angst, verdriet, uitputting, leed, noem maar op. En toch hadden ze dat stukje moed om verder te gaan. Dat moeten we meenemen en dat moeten we met trots vertellen en verkondigen, zodat ook de volgende generatie motivatie uit kan krijgen en putten. Natuurlijk zijn er ook stereotypen die we kennen in de samenleving en dan heb je dus de stereotypen heeft meestal een negatieve tintje. Maar vaak genoeg heb je dus ook de positieve stereotypen. Ze studeren vaak en zo aan. Dus het heeft zijn pros en zijn cons, maar ik denk voornamelijk de resiliëntie die wij als jonge Hindoestaanse man, maar als Surinamer, dat de voordelen voor mij heeft. Als wijze les geven de jongeren mee om niet stil te staan bij het moment, maar te denken aan de opbouw van de toekomst. Elk kind heeft een talent. En ieder mens heeft een talent. En dan moet jij als kind, want daar begint het, de basis is daar. Daar begint het. En
Als kind moet je gaan kijken en een grote stimulans moeten de ouders zijn. De ouders moeten hun kinderen stimuleren en motiveren, zodat zij toch wat, los van het dagelijks wat zij in hun dagelijks leven doen en kijken naar hun toekomst, werken, een baan zoeken, iets in de maatschappij worden. Wees trots op je identiteit vooral. Weet wie je bent, want daar begint het. Je roots zijn belangrijk. Of je Hindoestaan, Chinees, Japan, Creool, maakt niet uit wat je bent. Wees trots, want ook jij zorgt ervoor dat we een multiculturele samenleving hebben. Dus zorg ervoor dat je trots bent en met trots gaat. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. Neem dat stukje mee. Je bent een trotse Surinamer. Vergeet niet hoeveel er is geofferd voor jou, zodat jij vandaag in deze positie kan staan. Onze voorouders zijn hier gekomen onder heel veel minder gunstige posities. En we hebben dus 150 jaar lang een prominente positie ingenomen in onze samenleving. En net als alle andere etniciteiten, dat we dus als Surinamer werken naar een beter en welvarend Suriname.